Dan nu in ons programma Regioflits het korte nieuws. Vrijdagmiddag is de nieuwe burgemeester van Neder-Betuwe geïnstalleerd. Onder grote belangstelling werd Jan Kotelenberg welkom geheten in zijn nieuwe gemeente. Kotelenberg was voor zijn burgemeesterschap in Neder-Betuwe wethouder in Lochem. Geert Wilders heeft aangegeven dat zijn partij ook mee gaat doen aan de gemeenteverkiezingen in Tiel. Of er daadwerkelijk een PVV-fractie komt, ligt aan het feit of er voldoende kwalitatief goede kandidaten raadsleden kunnen worden gevonden. Het college van BMW van Tiel wil medewerking verlenen om de bestemming van het voormalige rechtbankgebouw aan te passen en geschikt te maken voor wonen en zorg. De huidige eigenaar van Herwijnen Vastgoed wil het gebouw geschikt maken voor een zorghotel. De gemeenteraad van Tiel beslist binnenkort om het bestemmingsplan links van de Industrieweg op Kelle geschikt te maken voor het bouwen van een nieuw tankstation. Dijkhuizen Olie en Benzine is voornemens daar een station te vestigen. Zowel op Sporthal de Betuwe als Sporthal West-Rooien zijn in totaal 412 zonnepanelen aangebracht. Deze panelen zijn goed om 30 huishoudens jaarlijks in hun stroombehoefte te kunnen voorzien.